elke bloem in de vuur. Welkom bij Dilemma's. Café de Boeren of glitterscheten laten? Ga ik toch denk ik wel voor glitterscheten. Waarom? Glitterscheten is meer in je broek, is wat meer ja, privé. Iemand anders tandenborstel gebruiken of iemand ondergoed dragen? Oeh, nou, tandenborstel vind ik wel goor hoor. Ja, dan trek ik liever iemand zijn onderbroek aan. Heb jij een beetje schone onderbroek? Nee. Oké, nee, goed. Nee, ik zou wel je onderbroek aantrekken. Nou, films kijken of nooit meer muziek draaien. Nou, als acteur is het misschien een beetje raar, maar ik zou toch dan nooit meer films doen, denk ik. Geen bezoekers op je bruiloft of geen bezoekers op je begrafenis? Ik denk geen bezoekers op mijn bruiloft. Je wilt toch wel dat de mensen naar je begrafenis komen? Zou jij naar mijn begrafenis komen? Jazeker. Nooit meer pizza of nooit meer patat? Nooit meer patat. Ik vind pizza veel lekkerder. Ja, lekker. Trek ik jouw onderbroek aan, jij mijn onderbroek aan. Ja. Laten we wat glitters eten en dan gaan we pizza eten. Oké, jongen. Nou neem ik jou onder vuur. Is goed. Ja? Voor de rest van je leven een biggetje zijn? Of voor de rest van je leven een konijntje? Een konijntje. Konijntje? Een hele wilde, warme nacht met Hans Klok? Of met Chantal Jansen? Met Chantal Jansen. Ja? Ja. Nou, dat zou ze vast leuk vinden. Dit denk ik ook wel. Dat denk ik ook. Ja. Voor de rest van je leven samenwonen in een hele kleine kast met Ahmed Akkabi? Of met Robert Oog? Ik denk dat ik voor Ahmed kies. Wat zeg je nou? Robert Oog. Maar je zei net met Ahmed Akkabi. Ja, maar dus dat jij het ook mijn vriend hebben. Twee walletjes vreten hier. Ja, alle twee, dus ja. Bang, 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 bang.